Webinar. Oh, en beginnen ze daar ook? Nee. Voor hoeveel likes gaan we op deze video? 10.000. Waarom beweegt die bal daar in de achtergrond? Stop! Okay, oh, die... Hallo iedereen, welkom bij onze nieuwe video. Mijn naam is Michiel. Mijn naam is Celine. En vandaag hebben we een kinderdroom die uitkomt. Ja. Voor mij toch? Ja, voor mij ook. Voor jou ook? Ja, zeker. Want wij gaan overnachten in een speeltuin, speelparadijs. Ja, binnen Whatever. Een speeltuin. Ja. Binnen een speeltuin. Let's go. We mogen ook binnen langs de achterkant. Hopelijk doet er iemand open. Hallo? Hallo. Mogen wij hier overnachten? Ja? Oké. Okay. Voordat mensen denken van, zijn zij nu de eigenaar? Ja. Bijna, ze zijn dochters van de eigenaar. Ja, inderdaad. En zij gaan ons vergezellen deze nacht. We hebben natuurlijk heel veel grief bij. Yes, echt veel. Ja, want ik heb nog nooit overnacht in een binnenspeeltuin. Vroeger dacht ik dat wel zo, op verjaardagsfeestjes. Om te blijven, stiekem, ja. Maar wat is dat geluid hier, als je stil bent? Ah, dat zijn die automaten. Ja, ja. Jullie zijn de kenners, hè. Wat is het geluid? Automaten. Automaten, oké. Okay. Als Moet dat je nu heel veilig? De nacht zo gaat zijn... Oh ja, is dat heel de nacht zo? Ja. Die gaan niet uit? Ja, komt ook. Nee, die gaan niet uit. Nee, dat zou niet zo... Ja. We hebben ooit al in die automaten gezeten. Ja. Check zeker die video en dat werd heel warm, dus ik zou ze aanlaten. We worden dat wel gewoon. Dus, 24 uur in een speelparadijs. Maar ik denk wel dat de dochters van de eigenaars alle geheime plekken hier weten. Toon ons één geheime plek die iedereen op YouTube mag zien. Want andere plekken moeten wel ook geheim blijven, toch? Ja, maar mogen we die zien? Jullie mogen maar één geheime plek tonen, hè? Oh, ze gaan even overleggen. Even afspreken, ja. Raam gaat. Maar dat geluid hier. Dat is zo. Het wordt al eng. Ja, ik... Misschien moeten we oorden behalen. Zo is het beter. Voor de nacht. Oké. Oh, ja. Weet je? Ah, ze zijn weg. Moeten we volgen? Hierachter? Daar zit een geheime kamer. Daarachter is een geheime kamer. Die kan je weg. En wat zit daarachter of mogen we dat niet weten? En zo. Ah, okay. Versierd. Okay. En daar, ja, dat is wel een geheime kamer natuurlijk. Vinden jullie het eng hier? Ja. Ja, ja echt? Ja. In de nacht wel? Ja, soms wel. Echt? Nee. Ja. En schrikken jullie snel? Ja. Ja, ben ik. Boem! Nee. Boem! Dat kan toch niet? Jullie schrikken sneller dan Celine. Dit kan. Dit is onmogelijk. Moeten we nu al een slaapplek zoeken eigenlijk? Of... Ja! Maar wacht. Even voor alle eerlijkheid. Jullie hebben hier ooit al overnacht. Ja. Waar hebben jullie toen geslapen? Daar. Kan je dat even tonen waar dat was? Oh, wacht. Voor iedereen die aan het kijken is, wat zijn jullie namen eigenlijk? Ja. Eleonore en Helena. Oké, okay. Eleonore en Helena. Waar hebben jullie dus geslapen? Ja. Hier op de grond? Mijn matras. Er zijn hier zo zachte dingen dat jullie slapen hier. Vandaag gaan we wel een betere plaats zoeken. Ja. Ik zou graag iets bestellen. Oké, okay, vertel, wat wil je? Oh, een kaakraker. Een kaakraker? Wat is een kaakraker? Dat is niet zo gezond. Ah, een kaakraker. Fruitsap, alsjeblieft. Fruitsap? Ja. Er is heel veel keuze. Oh ja, ik zie het. Ah, jij bent de pro hier zeker, hè? Werk je hier al? Oh, wauw. Je hebt het al vaker gedaan, hoor. En hier, teamer. Kan je dat ook al? Wow. Oh, Ruudje. Oh. Ja, als je kijkt zo naar mij, meneer, wil je Ruudje. Oh, wauw. Wil jij iets, mevrouw? Een appelkers, alsjeblieft. Oh. Appelkers? Oh, dat heb ik nog nooit gezien. Dat ga je wel vlot. Oh, ja, jij... Dat moet je niet schudden. Mevrouw, moet jij niet? Nee? Fanta. Fanta, toch wel. Fanta, moet je Fanta schudden? Nee. Ook niet. Oh. Wauw. Wow. Dat stoffen ook niet best. Hoppa. Mevrouw, mag ik het vervolg een volle fruitsap? Oh. Je hebt een volle fruitsap, je hebt het al opgedronken. Ik wil graag oasis. Oasis? Oh, ben je niet groot genoeg, mevrouw? Ik ben veel te klein. Oh, moet je dat wel schudden? Oh, ze biedt zo'n oasis in het je plafond. Je moet de oasis schudden, niet jezelf, hè. Ja. Oh, Santi, mevrouw. Ze hebben hier wel heel aparte courgettes, want die zien er hier zo uit. Dat zijn gipjes. Dat zijn courgettes. Wil je ook een courgette? Trouwring. Alsjeblieft. Oei. Nee, oei. Mooi. Oh. Ja, nou... Dat wordt hier heel gevaarlijk. En nu? Doei! En nu naar Celine. Oh, pingpong! Hey.
De zon, die schijnt nog momenteel. Nu is het hier wel nog chill. Als we een verstoppertje hebben gespeeld, was het middernacht. En vond ze nu het wel een beetje eng? Ja, ja, want het was een bestek. Ja, ik hoorde van alles. Ik hoorde echt bestek. Dus ik dacht dat jij dat was. En ik ging gaan kijken. En toen zei je, ik zat in het toilet. Kijk, kijk. Oh, dat was eng. Kijk. Ik hoor bestek. We gaan zoeken naar een plaats om te overnachten. Ja, plaats genoeg wel, hoor. Ja, ik ben wel benieuwd wat ze gaan zeggen. Voor jou is het een grote plaats. Ja, het moet wel minstens 2,20 meter zijn. Okay. Een schommel. We zoeken een plaats, hè. Oh, ik heb een goede plaats. Ik ook. Ja? Ah, ik zal eerst jou volgen. Anders hier toch gewoon? Maar ja, als ik dan een beetje rol in mijn slaap, dan glijd ik naar beneden. En pas je daar tussen? Ja, hier pas ik wel tussen. Ik zal eens proberen, hè. Net wel. Ja, net wel. Maar dus inderdaad, wel als je gaat rollen... Oké, dat is maar misschien... Maar ik heb nog een betere plaats. Nog een betere plaats? Oké, ik ben benieuwd. Oh! Wow. Oh. Kijk, ik ga met dat. Oh. Zie, jij maar gaan sneller dan ik dacht. Oh, daar komt Michiel. Oh, kijk, je steun staat daar al. Ja! Oh! Ik heb je voet vast. Ja, we zijn er. Ja, bijna. Oh, ja. We hebben haar. Oh, en Michiel is daar ook. Nee! We moeten hem helpen. Hij is nog wel groter dan mij. Ja, ik zei, we moeten hem helpen. Kom op! Ik denk wel dat... Waar komt hij? Kom! Oh. Slapen. Het is niet zo handig en hard. Michiel heeft een matras gevonden. Jullie kunnen daar slapen. Ja, je kan wel echt afvallen. Kijk, als... We kunnen zo slapen. Ja, oké. Okay. Jullie zo en wij. Maar is er plaats genoeg voor ons twee? Maar als je daar dekens en kussens legt, is dat toch. Maar misschien in de nacht kan je eruit. Ja, want dan kan ik zo... En dan zit ik zo. Of wij kunnen deze kant slapen en jullie de andere. Wacht, ik heb een goede slaapplek. Wat? Volg mij maar. Hier is er toch superveel plaats? Ja. En dit is een geheime ingang. Dus hier kan, ofwel, op de gekleurde elastiektoren. Hé, hey, jij daar, Nonno! Nonno! Hallo? Kom terug. Kan je terugkomen? Of... Oh, pas op, ik kom, hè. De rust, groot als heel dat ding. De rust. Wat weet jij dan? Hierop slapen is geen goed idee. Nee, ik denk het toch niet. Sta maar liggen. Maar dan, als je naar beneden valt, lig je wel direct op een... Ja, mat. Als je nu valt... Ja. Dan lig je op de grond. Oké. Okay. Doei. Oh, ga je naar beneden? Oh. Doei. Oh. Wie laatste beneden is, is een loser. Oh. Iedereen is... Au. Ik kom ook af. Op. Ik ben er. Slaapplek. Maar kunnen we niet gewoon hier slapen? Ja. Toch? Hier ligt of we zacht. Kunnen op die rollen. Oh. What? Oh. 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 Kijk. Hier aan jullie daar dan. Oh. Wat is dit allemaal? Oh. Maar ik wil eens proberen van die rollen te gaan. Ja, hoe raak je daar? Hier. Ga je? Dat is daar op, hè. Oh, dat is hard. Dat is echt... Oh. Tijd voor de volgende glijbaan. De rode hier. Gaat die snel? Ja. Ga jij zo? Doei! Ga maar! Oh, ja, die is weg. En is er geraakt? Ja, daar is ze. Ze is al weg. Ik kom nog hoor! Oké, dit is wel echt klein. Vroeger vond ik dit groot. Wow, die gaat nog snel! Ja, maar in het ballenbad? In ballenbad? Ja, oké. En straks heb ik nog iets leuk voor Celine. Ik ga alle ballen gooien. Ja, en wie de mooiste slow-mo heeft, ja, die wint. Iedereen gaat een slow-mo doen. Laat weten in de reacties wie de mooiste slow-mo heeft.
EHBO met Celine. Ja. We gaan het eerst reinigen. Mijn top gaat een beetje koud zijn. En nu een plakkertje. Wat een raar schaar is dit. Ja, dat is verbandschaar. Hè. Ah. Ken je dat niet? Jawel. Dat kan je even testen. Waarom blauw? Omdat de kinderen dat leuk vinden. Nee. Waarom? In de keuken moet je blauwe plakkers. Echt? Oh, wauw. Dat is niet waar. Jawel. Zo. Thank you. Oh, Michiel is al bijna op het einde. Je hoofd gaat een beetje moeten bukken. Oh. Lekker. En de laatste. Spider-Man. Oh. Er gaan echt ongelukken gebeuren, hè. Oh. Wow. Wow, het is echt Spider-Man. Wow. Verstoppertje, jullie tellen tot 20. Wie mij als eerste vindt, die wint. Oh, okay. Wij tellen allemaal. Ja. Oké. Okay. Doei. Drie, vier, vijf. Tien, negentien, twintig. Oh, hij is naar boven. Jullie zijn echt wel snel. Oh, echt? Ja, dat is normaal niet. Zag je die vuilnis vandaar al? Ja. Nu is het Celine, 20 seconden. Oh, 20. Oh, 10, 9, 8. 9, 10, let's go. Ze kan niet ver zijn, het spookhuis. Nee? Waar is Celine? Celine? Michiel? Waar is Celine? Ligt ze hieronder misschien? Nee, want daarnet lag het ook al zo. Op 20 seconden is ze wel echt heel goed verstopt. Ik weet het misschien waar ze zit. Ja? Misschien heeft ze de glijbaan genomen, hè? Gevonden! Heb je haar gevonden? Nee, we hebben haar niet gezien. Oh, het is plots heel stil, dus ik denk dat ze Celine wel gevonden heeft. Wee. Dit valt wel op als het plots zo stil is. Ja. Hallo. Daar ligt Celine. Helena, nu mag jij verstoppen. En we tellen tot 20. Go! 20, 19, 18. 3, 2, 1. Vamos. We komen je halen. Gaan jullie langs hier? Ja. Oh, maar die zijn snel. Dat is niet normaal. Achter de kerstboom. Isa! Hoezo? Ik vond geen goede plaats. Nee. Oh, daaronder, wat? Niemand had daar gezien. We hingen daar nooit. We gingen u nooit gevonden hebben. Ja, dat was goed. Go! 20, 19, 18, 17, 16, of 15. 14. 3, 2, 1. Maar ik heb haar gezien. Waar? Oh, oh. Hallo! Nee, nee, niet in het toilet. Oh, oh, oh. Je had ze toch gezien? Ja, het berghok. Daarachter zat ze. Okay. Kan je daarop stappen? Ja. Oh, oh, wat gaat dit geven? Oh. Oh, oh. Oh, wauw. Oh. Oh, 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 oh. Ja. Hoezo heb jij nog niets gebroken hier? Dat vraag ik me echt af. Dat vraag ik me ook af. Voet per voet. Wie kan het zonder handen? Oh, nee, nee, nee. Volgende. Voetje per voetje. Oh, oh. Ja, goed zo. Oh. Voet per voet. Ja, op tijd waren het grote voetjes. Ja. Voilà. Oh, zonder handjes. Zonder handjes. Op je hoofd. Oh, ja, handjes op je hoofd. Ja, oh. Precies dat je in de zon ligt. Ik denk dat het tijd is om iets te eten, toch? Ja. Hebben jullie iets om te eten? Oei. Yes. S? Wie als laatste beneden is een loser. Oh. Wow. Dat is niet normaal. Ja. Zeg maar. Go. Sam, jij bent de loser. Oh. Waarom ben ik de loser? Dat was wie de voorlaatste was, is een loser. Ja, probeer juist naar boven te lopen. Ik zal eens lachen. Ik kan dat niet. Oh, dat is... Dat is moeilijker dan je denkt, hè? Ja, echt wel. Oh! We gaan iets eten. Oké. Okay. We zitten ondertussen in de keuken en jij bent ook een pro-ijsjesmaker. Mooi hoor. En wat ben jij daar aan het doen? De chocoladesaus aan het opwarmen. Ben jij chocoladesaus aan het opwarmen? Ja. En? Oh ja, nu is het wel goed, toch? Nee, het is nog koud. Nog niet?
Oké, okay, nee, nog even. Het warm zijn. Oké, okay. Warme chocoladesaus voor mevrouw. Ja, oké. Okay. En nu? Is het nu goedgekeurd? Ja. Wauw. Wie wil de chocoladesaus? Iedereen. Wil jij ook chocoladesaus? Ja. Oké, okay. Kijk, dit is chocoladesaus. Oh, wauw. En een koekje. Heel mooi. Wauw. Dank u wel. Zijn jullie de chef-kok? Ja, ik heb gefoond. Ziet er wel super lekker uit. Mm-hmm. Is het lekker? Mm-hmm. Ja. Ja, maar wel kok. Ja, dat is de bedoeling, hè? Daarom is het ijs. Warme thee. Dank u. En ze gaan een drankje maken. Oei, oei, oei. Chocolade op ijs? Nee, karamel. Karamel? Ja, en dan moet je daar melk binnen. En wat is dat dan? Dan is dat melk, maar dat smaakt dan superlekker. Dat smaakt superlekker, oké. Okay. Wat? Dat is echt superlekker. Nu moet je zus pakken dat voor mij. En wat is dat onderste? Karamel! Ah, jullie doen eerst de karamel. Nu moet je roeren. Ik ben zo bang om te proeven. Ik maak dit voor Michi. Jullie hebben jullie eigen Starbucks, denk ik. Hier. Ja, het smaakt naar karamelk. De boekentas, dat wil zeggen huiswerk. Ja. Ja, maar ik kan dat niet. Oeh, je kan dat niet. Het is een maal en delen. 15 gedeeld door 5. Hoeveel is dat? Hier, 15 gedeeld door 5. Los op staat er. Dat is wel een makkelijk, hè? 3. Ja. Voilà. Je kan het wel, hè. Je kan het wel. Het huiswerk zit erop. En nu is het tijd voor een woordzoeker van Rewind. Lukt het een beetje? Nee. Welke woorden moet je nog zoeken? Vinden? Celine, Loredana... Tijd zie ik daar. Wacht, misschien kunnen de kijkers helpen. Ja. Tijd. Okay. Ja, zeg maar. Als jullie een woord zien, laat het weten in de reacties. Ah, ik zie Loredana. Waar? Bovenste rij, omgekeerd. Oh ja, hier. Loredana. Voilà. Momenteel wordt ons eten klaargemaakt door een echte kok in de keuken. Ja. En zij willen allebei in mijn nek. Oh. Voilà. Mama. Echt, nu dat kan je wel normaal. Alles zien wat je nog nooit hebt gezien hier. Ja. Bukken, ja. Wauw. Het is tijd voor uw zus, denk ik. Oh, jij bent goed. En, hoe voelt het daarvan? En nu is het bezig. En mama. Oh, wow. Kijk, dit. Smakelijk. Oh, zoveel eten dat je hebt. Ja. Echt maar. Wauw. Nu hebben jullie wel echt eten. We waren een tikkertje aan het spelen en Michiel is geblesseerd. Zijn enkel is helemaal omgedraaid. En cameravrouw lucht het. Dit is onze cameravrouw van dienst, maar alles goed met jou? Ja, er lag net ijs op. Ik heb het al vaker gehad. Maar ik heb een leuke challenge voor jullie. Oké. Okay. Ik kan nu helaas niet meer meedoen. Straks misschien wel, want ik heb het al 100 keer voor gehad. Een parcours. Op tijd. Ja. En de winnaar kiest wat we het volgende gaan doen. Oké, okay, is goed. Maar ga jij ook meedoen of niet? Nu niet. Ik ga even rusten. Okay. En timen. En filmen. Bent de... jury. En de trainer. De trainer? Ja, trainer. Oké, okay, opwarmen. Kom op, opwarmen. Oké. Op. Jij ook, hè. Jij doet ook mee. Celine, pompen. Celine, pompen. Ja, oké. Okay. Dat hebben we allemaal niet gezien. Ja, oké. Okay. Zijn jullie opgewarmd? Ja! Tijd voor de race en de kleinste begint. Woehoe. Je start daarboven op de glijbaan. Dan kom je hier, loop je helemaal. Kruip je hieronder, kruip je daar door het gat naar boven. Kruip je door, kom je van de glijbaan. En als je het groene balletje hier oppakt, stopt de tijd. En ze is klaar. Helena begint. Je moet recht staan. Ah, recht staan om te beginnen. 3, 2, 1, start! Ze is vertrokken. Wow! Naar rechts. Hup, eronder. En naar boven. Tempo. Van de glijbaan. Hup, en de bal pakken. Stop! 13,95. Go! Oh, wow. Dat was niet normaal. Ongezien dit. Ongezien dit. Dit is niet normaal. Van de glijbaan, dit is ongezien. Ongezien. We ronden af naar boven. 13,95 was jouw tijd. Jouw tijd is 11,55. Jij liep van de glijbaan. Go! Oh, wow. Actie!
Tempo, tempo, kom op, kom op. Voor 12 seconden. Tempo, tempo. Alles sneller. Hup, hup, hup. Kom op. En van de glijbaan en ik... Ze komt van de glijbaan. Stop. Jij had 14. Jij had 12. En afgerond naar boven... 16. 20. Want het is 1921. Wow. Proficiat. Jij bent de winnaar. En jij mag kiezen wat we het volgende gaan doen. Eleonore heeft gekozen en het is tijd voor het semispel. Yes. Yay! Ja, dat wordt wel leuk en ik vraag mij af wie heeft het semispel al thuis. Laat het weten in de reacties. Ja. Er zijn dus 5 rondes tussen team Helena, team Eleonore en team Celine. Ik ga telkens een vraag stellen wat mensen opzoeken als het scherp wil worden. Daar zijn we dus. Als ik vraag hoe vaak moet je, dan vullen jullie aan wat mensen zouden opzoeken op het internet. Waarom hebben piraten? Wat zouden mensen opzoeken? Bij mijn hoofdantwoord heb ik een haak aan hun arm. Een haak en wat heb je nog? Een ooglap. Een haak aan hun arm staat er niet tussen, maar een ooglapje wel. Dat was jouw bonusantwoord. Dus jij krijgt 1 punt deze ronde. Zo. Wat heb jij als antwoord? Ik heb 1 oog, omdat die ene oog altijd bedekt is. Dus nee, het is ooglapje. En als tweede heb ik boot. Omdat ze altijd een boot hebben. Ja, ze hebben altijd een boot. Grote boten, ja, op plaats 10. Is dat je bonusantwoord? Ja. Dus 1 punt ook voor Celine. Mijn hoofdantwoord is ooglap en mijn bonuspunt is ook ooglap. 2 keer ooglap, ja, dat is wel... Ooglap is correct, want het staat op de derde plaats. Ja, en je hebt ja, als hoofdantwoord... Nee, je hebt het als hoofdantwoord, je krijgt 2 punten, maar je mag niet 2 keer hetzelfde opschrijven. Okay. Dus je krijgt geen 3 punten, maar wel 2. De stand, Helena 2 punten aan de leiding. 1 punt voor Eleonore en 1 punt voor Silly. Let's go! Volgende vraag, is de juf meester? Bij mijn hoofdantwoord heb ik, is de juf ziek? Ja, staat ertussen, dus 2 punten, maar staat niet op de eerste plaats. En bij mijn bonusantwoord heb ik, is de juf nieuw? Nieuw? Ah, dat staat er niet tussen, maar je hebt wel 2 punten. Bij mijn hoofdantwoord heb ik, is de juf soms dat? Soms dat. Ja, streng kunnen we ook wel meerekenen. Ja. Toch, streng staat op de eerste plaats, dus 4 punten voor jou. Ja. En wat heb je bij je bonusantwoord? Is de juf een vampier? Oh. Wat? Heb je gespiekt? Ik denk dat er iemand gespiekt heeft, maar je krijgt 5 punten. Ik heb bij hoofd, is de juf zwanger? Oeh. Nee, dat staat er niet tussen. En is de juf of meester lief? Lief staat er wel bij, op plaats 6. Dus 1 punt voor Soling. De einduitslag, 7 punten voor Helena. 3 voor Eleonore. En 8 voor Celine, de winnares. Yeah. We gaan een gekke transition proberen. Ja. Dus we gaan nu allemaal onze horen kleren door de deuren. Okay. En we gaan meteen buiten komen. Zonder knippen. Natuurlijk zonder knippen. In pyjama, pyjama. Ja, yes, okay. Zo rap mogelijk. Ja. Doei! Doei! Roep als jullie klaar zijn, hè. Doei! 3, 2, 1! Wow! We zijn klaar! Wauw, mooie outfits allemaal. Op blote voeten. Blote, ja, je hebt op wel... pantoffels, ja, op kousen. Ja, maar heeft de mijne niet meer. Jij hebt hier een beertje. Ja. En een mooie broek en ja. Kousen. Ons bed is dus onder de elastiektoren. En we mogen pas gaan slapen als we bovenaan vertrokken zijn en zo in het bed belanden. Jij gaat als eerste gaan slapen. Ons bed is dus daar beneden. Veel succes, slaap wel. Doei. Oh, wow. En ze is weg. Doei. Doei, slaap wel. Slaap wel. Oh, ze was bijna weg. Oké. Doei. Doei. Oh, ja, Celine is weg. Oh, wauw, die gaat snel. Omdat ik zo groot ben, ga ik heel traag. Maar kan het soms ook wel zijn dat ik blijf hangen. Oh, daar gaan we. Oh, wosh. Oh. Michiel heeft hem pijn gedaan. Au. Daar. En Michiel is gekwetst. Oei, oei, oei. Oh. Het is tijd om te slapen. Slaap wel. We waren net klaar om te gaan slapen, maar de tanden moeten nog gepoetst worden. Achter de toog, kijk de keer hier. Ik wil wel nog straks, misschien in de nacht als ik wakker word, zo in het donker. Nee, ik ga het nu doen. Ik wil gewoon eens in het donker rondlopen in het ik speelparadijs. Ga jij mee? Ik blijf. Oké, we moeten dat 1 keer doen.
allemaal. We gaan dat nu doen. Let's go. Hier is de ingang. Daar zijn we daarnet 100 keer in geweest. Nu is het licht uit en hebben jullie heel veel schrik. We zijn vertrokken. En ja, het is wel donker, hè. Ja, kijk, daaronder slapen we. Oké, Michiel, ik ga en ze durven echt niet lopen, mee. Maar, kijk, Maar waarom hebben jullie zoveel schrik? Maar jullie moeten niet mee. Helena, wil je mee of niet? Ja, ze wil bij mij. Ah, ze wil bij jou blijven. Ja. Oké. Wil je van het spinnenweb gaan? Ja, maar jij moet daar allemaal schijnen, hè. Waarom beweegt die bal daar in de achtergrond? Maar dat is gewoon niet. Dat is omdat wij daarop geweest zijn. Hè. Céline en Helena gaan toch terugkeren naar beneden. Zo zijn jullie toch in de nacht van de glijbaan geweest. Actie, huppa. Iedereen is weg. Die gaat echt, snel. Ja. Ik vond het wel een superleuke dag. Yes. Slaap wel iedereen. Doei, tot morgen. Voor we onze eerste nacht in een speelparadijs volbrengen. Voor hoeveel likes gaan we op deze video? 10.000. 10.000? 22.000! Ja, en daartussen, tussen 10 en 22, is 16, hè? Ja, zo. 16.000 likes en de eerste frigo 16, is uitgevallen. Oké, slaap aan iedereen. Doei! Goedemorgen! Goedemorgen! Goedemorgen. Hebben jullie goed geslapen? Ja! Oh, jij niet, Helena. En om eerlijk te zijn, heb ik niet zo goed geslapen. Want die automaten, om de 10 minuten beginnen die zo heel veel lawaai te maken. En elke keer werd ik wakker. Maar kijk, overnacht in een speelparadijs. Check. Mocht ik dus opnieuw in slaap vallen, ik vond het heel leuk met jullie. Veel succes op school. Dada! Veel succes op school. Dada! Santé! Goedemorgen en santé! Oh, totaal echt aan het drinken. Nee, er zit geen chocomelk in. Oh, dat hebben we niet door. Kijk, mocht ik hier serveren? Oei. Ah, wat mag het voor u zijn? Ja, dan zien we niet wie er aan het serveren is. Meneer, ah. Oh. Om de challenge af te sluiten, gaan we nog één keer samen van de glijbaan. Ja. 3, 2, 1. Oh. Oh. Dat einde is altijd pijnlijk. Ja, het is ook niet gemaakt voor grote kinderen. Nee, dat is waar. Voor, ja, kinderkinderen. Klopt. De challenge zit erop. Tijd om naar buiten te gaan. Jij mag de deur openen. Oh, oké. Oh, frisse lucht. Dank je wel. Wow. 3, 2, 1. Boom. We zijn terug buiten. Oh, doei, speelparadijs. Dank je wel voor de... mooie overnachting. We zijn terug. Hopelijk vonden jullie het leuk. Vond je het leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren met mijn haar. Wow. Wij zien jullie gewoon in de volgende video. Peace!